kijkers, goedenavond en welkom bij deze speciale editie van In Gesprek Met. Ik ben nu op bezoek bij Staatsolie en ga zo meteen praten met de directieleden Elias en Monsi over onder andere de obligatielening die Staatsolie momenteel heeft. Het is de bedoeling dat de Surinaamse samenleving gaat participeren in deze obligatielening. Maar belangrijk is dat de gemeenschap precies weet waarom het gaat. En daarom dus deze speciale editie van In Gesprek met Rudolf Elias en Agnes Munsi. En dan is de vraag meteen, wat is een obligatielening? Ja, obligatie is eigenlijk een schuldbewijs. Dus als je obligatiehouder bent, dan heb je een bewijs, dat is je obligatie. En het bewijs is dat je dus een lening hebt verstrekt aan Staatsolie voor een bepaalde periode. En daarvoor krijg je een bepaalde rentepercentage voor terug. Het is mooi dat Surinamers ervan uit kunnen gaan. Ik heb een lening gedaan aan Staatsolie, dat zegt u. Dat klopt. Dus alle Surinamers worden hierbij uitgenodigd om ook deel te zijn van het succes van Staatsolie door weer gelden te lenen aan Staatsolie. Maar meneer Elias, mijn vraag zich dan af, waarom doet Staatsolie dit? Heeft Staatsolie niet genoeg geld? Ja, dus je moet het zo zien dat we willen ook de bevolking laten meegenieten van het succes van Staatsolie. Mm. En ja, Staatsolie heeft natuurlijk altijd geld nodig, want we doen hele mooie projecten. We gaan in de komende 7 jaar gaan we weer meer dan $1 miljard investeren in verschillende projecten. Zowel in het vinden en het zoeken van olie als het produceren ervan, maar ook in onze downstream. Heb je een heleboel projecten nodig om ervoor te zorgen dat je je productie handhaaft. Je hebt een heleboel projecten nodig om ervoor te zorgen dat je efficiënter gaat werken. Daar hebben we ongeveer $1 miljard voor nodig. We dachten we gaan 150 miljoen daarvan gaan we binnenhalen met een obligatielening. En de rest die brengen we dan op uit eigen middelen. Om ervoor te zorgen dat we Staatsolie nog groter en sterker maken als dat we vandaag zijn. Oké, dus nu hoor ik 150 miljoen bent u verpakt. Maar u zei Surinamers, maar is het alleen voor Surinamers of kunnen buitenlanders ook meedoen? Ja, dus in principe is deze obligatielening open voor Surinamers, maar ook voor niet-Surinamers. En degenen die een bankrekening hebben in Suriname, die kunnen participeren. Maar ook als je een bankrekening hebt buiten Suriname, mag je participeren. En het mooie van deze obligatie is dat we hem gaan noteren bij de beurs in Curaçao. Dat is de Dutch Caribbean Securities Exchange. Dus je kan je obligatie straks ook nog liquide maken door het te verkopen in de markt. Wat zijn dan de voordelen voor de kleine man? De Surinamer. De voordelen zijn om te beginnen dat je dus je geld belegt bij Staatsolie en dat je daar dus rente voor krijgt. En als je ervoor kiest om het voor 5,5 jaar te beleggen bij Staatsolie, dan krijg je daar 7% van. En als je ervoor kiest om voor 7 jaar, want je hebt een keuzemogelijkheid, of 5,5 jaar of 7 jaar. En als je het voor 7 jaar belegt, krijg je 7,5%. Je moet het zo zien dat als je $100 investeert, want elke Surinamer mag al meedoen voor $100. De coupures zijn vanaf $100. Dan krijg je de helft eigenlijk, zou je kunnen zeggen, van die $100 na 7 jaar terug. Dat is een mooie, een mooi rendement, zou ik zeggen. En je kan dus tussentijds het ook nog verkopen als je daar behoefte aan hebt. Misschien moet je dat nader uitleggen. Hoe kan je het verkopen? Dus als je nu obligatie hebt gekocht, dan gaat het dus nu verhandeld worden op de beurs, want het is genoteerd op de beurs van Curaçao. Mm-hmm. En je gaat dus elke dag zien hoe die obligatie, hoe de prijs is van de obligatie. Als je het nu voor 100% hebt gekocht, kan het zijn dat als Staatsolie het verschrikkelijk goed doet en er is een grote vraag naar die obligatie, want dat is wat normaal gebeurt, dan kan het zijn dat die obligatie dus duurder wordt. En dan moet je dus, kan je dus gaan verhandelen. Dat wil zeggen, je kan het verkopen. Als je zegt van, hé, ik heb geld nodig. En kan je dus besluiten om die obligatie te verkopen op de markt. En dan krijg je dus, in plaats dat je nu voor het $100 hebt gekocht, krijg je er bijvoorbeeld $103 voor terug. Heb je een kleine winst geboekt. En daarnaast betekent het dat je gewoon meeleeft met Staatsolie. Wij weten dat ook met de oliefonds die we offshore hebben, dat we ook de plannen hebben om
straks een deel van onze aandelen uit te zetten. Uiteraard is dat de bevoegdheid van de aandeelhouder, maar dat is ook een manier om aan, zeg maar, de fondsen te komen, want daar gaan we veel meer geld voor nodig hebben. En we willen dus dat deze obligatiehouders heel lang partners met ons zijn. Dit is de derde obligatielening die we uitzetten. De allereerste keer was in 2010, hebben we weer verlengd in 2015 en nu weer in 2020. Eigenlijk zijn de bestaande obligatiehouders nu al in principe de, zeg maar, de derde termijn dat ze met ons zullen meegaan. En we willen dus ook deze obligatiehouders straks de voorkeur geven om aandeelhouder te worden van Staatsolie. Maar er is een garantie dat de mensen over 5 jaar of over 7 jaar hun geld terugkrijgen? Deze obligatie is unsecured, dat wil zeggen het is ongedekt. Maar als we kijken naar de ontwikkelingen van Staatsolie en de vooruitzichten, dan zal dat risico er niet zijn. Maar in principe is het nog steeds het besluit van de belegger om in Staatsolie te investeren. Maar het is een ongedekte obligatie. Maar als je kijkt naar de historie, we hebben dus nu de derde keer, heeft Staatsolie steeds interest kunnen betalen. En in principe degene die niet meedoen, opnieuw meedoen, die gaan we dus aflossen. Wat we wel hebben is in deze obligatie, dat is dus beter dan de vorige, hebben we een speciale rekening. En die bankrekening gaat zijn op een bank in Amerika. En daar gaat Staatsolie elke maand het interestbedrag al beginnen, zeg maar, te storten. Dus 1/12 deel van het jaar interestbedrag gaan we elke maand storten op die rekening. En DSB, die de arrangeur is, die gaat erop toezien dat Staatsolie ook elke maand er interest betaalt. En zo weten de obligatiehouders al vroeg van tevoren dat het geld al beschikbaar is. Nou, dat is een goede garantie in elk geval. Ja. Maar meneer Elias, vertelt u helemaal eenvoudig. Ik ben een kleine man, ik wil meedoen aan die obligatielening. Wat doe ik? Ga je naar je bank toe. Je kan ook gewoon naar je eigen bank toe gaan. Als je bij de Hagerinbank bent of bij een andere bank, ga je gewoon naar je eigen bank toe. En je zegt dat je daar wil inschrijven. En dan bestaat de mogelijkheid dat je via je eigen bank een inschrijfformulier invult die dan naar de DSB toegeleid wordt om ervoor te zorgen dat je gewoon mee kan doen. En als je $100 op de bank hebt staan, dan mag je al meedoen, want de coupures beginnen bij $100. Dus en wij hopen ook echt dat er heel veel mensen gaan inschrijven, dat er heel veel mensen eigenlijk onderdeel worden van Staatsolie. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Tuurlijk heb je de grote pensioenfondsen die allemaal inschrijven en je hebt de grote verzekeringsmaatschappijen en de investeerders die inschrijven. En dat weten we dat die dat normaal doen. Maar wij willen juist bij deze obligatielening meer mensen, vooral meer Surinamers hebben die een stukje van Staatsolie eigenlijk kopen. Ja, ja. Maar 100 miljoen is het streefbedrag, maar het mag meer? 150 miljoen. 150 miljoen, maar het mag meer? Of stoppen jullie bij 150? Ja, nee, dus in principe kunnen we dus ook nog het meerdere boven de 150 gaan we allokeren, met name om onze kapitaalsprojecten dus versneld uit te voeren. We hebben een heleboel mooie projecten, met name bij de olieproductie, dat noemen we de upstream, waar we olie produceren. Daar zijn er vreselijk mooie projecten om nog meer, zeg maar, waarde te kunnen toevoegen aan Staatsolie. Dus we zullen ook overwegen dat, maar we wachten rustig de inschrijvingen af. Maar in principe staan we er open voor om meer dan die 150 miljoen te kunnen toewijzen. Maar weet u nu al hoe het loopt? Het loopt heel goed. De huidige obligatiehouders zijn in elk geval, met name de pensioenfondsen, die waren er als eerste erbij. En velen hebben dus voor veel meer ingeschreven. Maar in principe zijn we de 100 miljoen al gepasseerd. Zo. Dus het ziet er heel goed uit. Maar u heeft het over mooie projecten, nieuwe projecten. Kunt u specifiek aangeven bijvoorbeeld een van de projecten? Ja, dus we komen net uit een meeting lopen. Ja. En daar werd ons hele van die mooie projecten gepresenteerd. Wat we weten is dat er meer dan 1 miljard barrels in de grond zitten op Saramacca. Dat heb ik al vaker gezegd. Maar we kunnen met alle huidige technieken er niet meer uithalen als 200 miljoen. Oftewel 20%. Nu zijn er een heleboel technieken in de wereld waarbij je meer olie uit de grond kan halen als die 20% die je met de normale technieken die we nu op dit moment toepassen,
dat we die op met normale technieken uit de grond halen. Eén daarvan, daar zijn we heel trots op, dat is polymer flooding. Dat is door een polymer in de grond te drukken, druk je de olie in principe naar de bronnen toe. Die zijn we nu al aan het toepassen en die werkt gewoon heel erg goed. Maar er zijn ook andere processen, zoals stoom in het reservoir drukken en dan wordt de olie warmer en daarom gaat die makkelijker lopen. Dat is ook een heel mooi project. Daar zijn we nog niet in de pilotfase, maar we zouden dat heel graag willen piloten om te kijken hoe doet dat stoom het nu bij ons in onze projecten. En zo zijn er meer van dat soort projecten. We noemen dat Enhanced Oil Recovery Systems. En Increased Oil Recovery System. In vertaal. En dat zijn dus Enhanced is dus een nieuwe techniek om, zoals polymer flooding, om meer olie uit de grond te halen. En Increased, dat is bijvoorbeeld met een horizontale put, dus niet een verticale put die alleen maar olie van een bepaald onderdeel trekt, maar je zet gewoon horizontaal ga je dan in het veld. Dus daar is het contact van de olie met de grond is dan veel groter, zodat je veel meer olie uit de grond kan halen. Al die technieken zijn we nu aan het piloten, maar daar zouden we die bijvoorbeeld versneld kunnen uitvoeren. Nou, dat klinkt goed. U zegt, jullie zijn de 100 miljoen al gepasseerd. Dat wil zeggen, die koersfluctuaties hebben niet echt, zijn niet echt van invloed? Nee, die obligatie is een US dollar obligatie. In principe hebben we gemikt en mikken we op de mensen in Suriname, maar buiten Suriname, die al US dollars beschikken. En dat is ook bij de vorige keer zo geweest. In principe is dit eigenlijk koersongevoelig. Nou, want ik heb begrepen dat er ook een schaarste was aan US dollars, maar... Nee, dus dat komt niet door dat we die obligatie hebben uitgegeven. Want in principe mikken we op de potentiële beleggers, personen en institutionele beleggers die reeds al US dollars hebben. Eigenlijk dat ergens hebben staan en die bij staatsolie te werk kunnen zetten tegen een mooi rentepercentage. Dat is een goede garantie, want na 5 jaar of 7 jaar, dan weet je, ik krijg mijn geld terug of ik kan het herbeleggen. Weer herbeleggen, ja. En je krijgt ook nog mooiere kansen, want we gaan ook verder groeien. Ja. Zonder meer. Ja, dat is het. En dan kijken we, kunnen we die oliefondst, geweldige oliefondst, ook linken aan deze obligatielening? Eigenlijk nog niet. Wat we nu doen is een obligatielening die we uitgeven voor staatsolie SIS. Als je praat over het programma die we gaan uitvoeren van projecten in zowel de upstream, dus in het produceren en vinden van olie, en in de downstream, dat is het verwerken van de olie en het verkopen van de olie. Dat zijn allemaal projecten die slaan op staatsolie zoals het vandaag is, met onze normale groeipotentie. De oliefonds is iets compleet anders. De oliefonds is, ik wil niet zeggen als een verrassing gekomen voor ons, maar we hadden de obligatielening natuurlijk al een hele tijd in de planning. Toen de oliefonds kwam, en dat was toevallig, was dat net voordat we de launch hadden. Dat is natuurlijk een heel mooi toeval. Mm-hmm. Maar we hebben nog geen rekening gehouden met de investering die we moeten doen voor zo'n grote oliefonds. Daar praat je ook echt over heel veel geld die je in korte termijn moet doen. Als we dadelijk precies weten hoeveel olie er in de grond zit en we weten precies hoeveel geld we nodig hebben om daarmee te kunnen participeren, onze 20%, dan gaan we daarmee naar de markt. En dan gaan we kijken, maar dat is echt internationaal. Nu zijn we al een beetje natuurlijk aan het voelen aan de internationale markt. Het is voor het eerst ook dat een Surinaams bedrijf op de buitenlandse markt een obligatielening uitzet. En we hebben daardoor een beetje gevoeld aan wat het takes om op die markt te komen. We zijn ons natuurlijk ook al 5 jaar aan het voorbereiden daarop. En dat gaat komen. Ik denk dat dat ergens volgend jaar dat we een beslissing moeten nemen om te participeren of niet. En dan moeten we echt op geld op zoek gaan naar de internationale markt. En moeten we ons ook te kennen geven. En Agnes en ik gaan ook, denk ik, regelmatig in het buitenland zijn om mensen te leren kennen. Wat is staatsolie? Wat doen we? Waarom is het goed om in staatsolie te investeren? En natuurlijk om te praten over de grote oliefonds die we Maar dat traject hebben jullie al enkele jaren terug ingezet? Ja, dat hebben we enkele jaren terug al ingezet.
Maar we gaan het nu intensiveren. Mm-hmm. Maar u heeft het gehad over de pensioenfondsen. Heeft men in het buitenland ook goed gereageerd tot nu toe? Ja, dus de buitenlandse investeerders die doen de, zeg maar, de inschrijving via Vida Nova Bank. Dat is de broker in Curaçao. En op dit moment hebben we ook wel een goede participatie. Het verschil is natuurlijk dat het in Suriname veel groter is, de interesse, omdat ze Suriname kennen. En buiten Suriname zijn er maar weinig mensen die Suriname kennen. Maar er is wel heel veel interesse ook al getoond. Van met name, zeg maar, de diaspora en de mensen die Suriname kennen. Het is toch wel een beetje een uitdaging voor de mensen buiten Suriname, met name als ze je niet kennen. Vandaar dat het verschrikkelijk belangrijk is dat staatsolie bekend wordt. Dat is de reden waarom we nu als eerste stap hebben gedaan om onze obligatie in een markt buiten Suriname te noteren. En het is verschrikkelijk belangrijk dat je dus die relaties gaat bouwen, dat mensen ons leren kennen. Vandaar dat we natuurlijk, voordat we een aandelen emissie doen, willen we natuurlijk ook eerst een internationale obligatie emissie doen. En dat is verschrikkelijk belangrijk, want je ziet onbekend maakt onbemind. Dus het is verschrikkelijk belangrijk dat we ook de stappen zetten, dat de mensen buiten Suriname staatsolie, maar ook Suriname leren kennen. Maar is staatsolie al genoteerd op de beurs? Verhandelen jullie daar al of? Nee. Nee, we zijn nog niet genoteerd bij de beurs. Zodra we de emissie hebben afgesloten, dat is 23 maart. En we eigenlijk precies weten aan wie we de obligaties hebben toegewezen. Dan krijg je dat wordt genoteerd bij de DCSX. Nou, nu zegt u iets aan wie we de obligaties hebben toegewezen. Dus als ik inschrijf, betekent het niet überhaupt dat ik meteen een obligatiehouder of lener ben, ne? Nee, dus we hebben, omdat we zoveel waarde hechten aan de huidige obligatiehouders, want die hebben de afgelopen 10 jaren het vertrouwen gehad. En die hebben mede mogelijk gemaakt dat we nu zijn waar we zijn, dat we zo'n mooie groei hebben doorgemaakt. Dus de huidige obligatiehouders, die krijgen voorkeur bij de toewijzing. Dus de 100 miljoen die er nu uitstaat, als die mensen inschrijven, krijgen ze voorrang bij de toewijzing van de obligaties. Ook omdat ze al bekend zijn, no, bij het bedrijf? Ja, maar ook omdat ze met name 10 jaar het vertrouwen hebben gegeven aan staatsolie. En we daardoor dus nu, laten we zeggen, onze omzet kunnen realiseren van 500 miljoen. En ook een verdiencapaciteit hebben van bijna 400 miljoen per jaar. En daar hebben deze 3400 obligatiehouders, hebben we dus nu, daar hebben ze degelijk aan bijgedragen. Ja. En vertrouwen is een keyword, hè? Vertrouwen is alles, mm-hmm. Ja. Maar DSB is de procuratiehouder. De arrangeur. Kunt u dat uitleggen? Ja, dus als je zo'n obligatie uitgeeft, dan gaat het lopen via een bank. Dus je moet een bank hebben die je dus aanstelt om dat voor je te arrangeren. En vele van de fondsen die lopen dus via een bank. En wij hebben ook bij deze obligatie ervoor gekozen om dat te doen met de DSB. De DSB heeft in de afgelopen 2 emissies hebben zij die rol vervuld. En we vonden dat ze daar een goede job hebben gedaan. En we hebben het deze keer dus weer toebedeeld aan de DSB. En we hebben alle vertrouwen erin dat ze dat ook weer op een goede manier gaan vervullen. En de DSB die zorgt ervoor dat alles volgens de regels verloopt. Dat je geen criminaliteit of gelden verkregen uit criminaliteit binnenkrijgt. Ja, dus dat is de reden waarom we ook ervoor zorgen dat het via een bank gaat. Staatsolie wil te alle tijden werken en erop toezien dat we blijven werken met schoon geld. Dus het betekent dat elke inschrijver die zich aanmeldt bij de DSB, dat die dus via de normale procedure moet gaan van Know Your Customer. En dat de DSB ook de tijd neemt en de gelegenheid krijgt om die procedure te doorlopen. Zodat we in elk geval verzekerd ervan zijn dat we steeds met schoon geld kunnen werken. U heeft aangegeven, staatsolie groeit. Er is geloof in het bedrijf. Maar kunt u ons aangeven hoe het nu voor staat met staatsolie? Ja, dus ik zeg in principe, staatsolie is vandaag, vooral ook door de diversificatie. Hè. We zijn in goud, we zijn in stroom, we zijn nu ook in hydro. We zijn in olie vinden, olie zoeken, we zijn in produceren van olie. We raffineren het, we verkopen het in onze retail stations en go-to.
Dus we zijn nu eigenlijk, we zijn zo gediversificeerd dat we eigenlijk sterker zijn dan ooit. Want ik zeg altijd, vooral goud en olie. Als de olieprijs daalt over het algemeen, betekent dat het slecht gaat in de wereld. Nu bijvoorbeeld met het coronavirus, zie je dat de olieprijs daalt. Maar daartegenover is dat de goudprijs plotseling gaat stijgen, omdat iedereen wat ze noemen naar een safe haven wil. Dus dan gaan ze goud kopen, gaat de goudprijs stijgen. Gaat het ontzettend goed met de economie, dan zie je dat de vraag naar olie groter wordt. Dus dan gaat de olieprijs stijgen en over het algemeen gaat dan de goudprijs dalen. Dus die balans die we nu in ons bedrijf hebben, is ook een hele mooie balans. Ik zeg daarom ook, staatsolie is vandaag, als we gewoon kijken naar de geschiedenis, en we zijn dit jaar 40 jaar, dan is staatsolie in principe sterker dan ooit. En dat is nog exclusief die prachtige oliefonds die Apache en Total hebben gedaan samen met staatsolie in blok 58. En we zijn op dit moment weer aan het boren in blok 58, niet zo ver van Makka vandaan. En daar hebben we ook goede hoop op. Als we kijken naar de resultaten tot nu toe, dan zijn we heel erg positief gesteld over dat wat we zien in de Saramakka, in de Sapakaraput. Ja, maar deze fondsen, die plaatsen Suriname ook internationaal op de kaart? Ja, deze fondsen hebben Suriname ontzettend internationaal op de kaart gezet. Mm. Want eigenlijk keek de hele oliewereld naar Makka. En toen Makka eigenlijk een hit was, toen de hele wereld valt ook over ons heen. We kregen uitnodigingen om te praten op conferenties, echt van Japan tot Miami, New York. Overal op de wereld moeten we gaan uitleggen hoe we ervoor staan en wat die oliefonds precies inhoudt voor Suriname en voor de rest van de wereld. Mm-hmm. En dat is gewoon ontzettend mooi. Maar laten we even inzoomen. De huidige economische situatie hier in het land, heeft het invloed op het bedrijf? De huidige economische situatie heeft niet echt invloed op staatsolie. Dat komt ook omdat we een groot gedeelte, een deel van onze producten exporteren. Goud wordt voor 100% geëxporteerd. We exporteren ook veel diesel en we exporteren veel crude. We zijn natuurlijk short in Suriname, heeft niet voldoende gasoline om alleen van ons gebruik te maken. Dus dat moet nog wel geïmporteerd worden. Maar diesel en crude, die kunnen we exporteren. Dus we zijn wel afhankelijk natuurlijk van wat er op de wereld gebeurt. En nogmaals, de olieprijs daalt een beetje door het coronavirus. Maar de goudprijs daarentegen, die stijgt. Dus dat brengt elkaar weer mooi in balans. Maar de wereld kijkt ook naar de politieke situatie in een land. Dat klopt. Heeft dat klopt. Wel invloed? Dat heeft invloed op onze obligatielening natuurlijk. Als je kijkt naar, als wij naar het buitenland willen en wij willen in het buitenland geld ophalen, dan kijkt men in eerste instantie naar de rating van het land. Mm-hmm. En daarna pas kijken ze naar de rating van staatsolie binnen het land. Ja. Terwijl als we in Suriname zijn, kijken ze eerst naar staatsolie. Yes. En in tweede instantie kijken ze naar het land. Oftewel, het is gewoon een feit dat men kijkt naar beide. Men kijkt dus naar het land en naar staatsolie. Waarbij in het buitenland vooral ook gekeken wordt naar Suriname. Maar ik ben ervan overtuigd dat Suriname, zeker met de oliefondsen, de eerste oliefonds die we nu hebben en hoogwaarschijnlijk de tweede en de derde die erachter aankomen, dat wij ook, net als Guyana, die economische groei gaan voelen in de komende jaren. En iedereen is er al gereed, begint zich gereed te maken ervoor. Ik hoop wel dat iedereen zich gereed begint te maken. Ik blijf zeggen dat die brede maatschappelijke discussie nog moet komen over hoeveel geld we in het fonds gaan zetten. We hebben een prachtig welvaartfonds, maar het houdt geen rekening met de grote oliefonds. Dus we moeten kijken hoeveel geld gaan we in het fonds zetten, hoeveel geld gaan we consumeren, waar gaan we het aan consumeren. En als we dat weten, kunnen we ook de instituten versterken om ervoor te zorgen dat we dat geld dat dan bij die instituten terechtkomt, ook daadwerkelijk goed kunnen besteden. Absoluut. Want daar gaat het in principe om. Het is planning. Yes. En wij hebben het gezien. We plannen al 4 jaar voor zo'n oliefonds. Ja. En wanneer het komt, dan denk je toch, krap je achter de oren, zeg je, zijn we ready? Mm-hmm. En dan ga je gewoon je lijstje langs en dan zeg je, we zijn almost there. Yes. Als staatsolie. We are deels prepared. Ja, klopt. Maar mevrouw Munsi, tot slot, aan u dus de gelegenheid om de doorsnee Suriname precies even nog uit te leggen
waarom ze zouden mee moeten doen aan deze obligatielening. Ja, dus nogmaals, staatsolie is een hele robuuste oliebedrijf. Niet meer een oliebedrijf, maar een energiebedrijf. We zijn financieel solide. We worden nu ook gefinancierd door internationale banken. Die hebben vertrouwen in staatsolie. Dus in principe zou ik zeggen, elke potentiële belegger die $100 opzij heeft, schroom niet. Staatsolie is heel solide. U kunt uw geld veilig beleggen bij staatsolie. Uiteraard is het aan u om het besluit te nemen. Maar wij geven u de informatie. We hebben de prospectus beschikbaar. Maar wij geven u de informatie. En met die informatie kunt u besluiten om de belegging bij staatsolie op een veilige manier te doen. En zeker vanwege de vooruitzichten die er zijn. We blijven groeien en we zullen dus in elk geval veel meer waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf, maar ook aan Suriname. En u draagt bij door staatsolie uw geld te lenen, al is het $100, draagt u bij aan de verdere ontwikkeling van staatsolie. En ik zeg het nogmaals, staatsolie is wat wij zeggen de agent van de ontwikkeling van Suriname. Dus als u ook uw bijdrage daaraan levert, zult u ook een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het land. Heel mooi gezegd. Meneer Elias, een nabrander. Er was een gerucht dat staatsolie verkocht zou worden, of tenminste grote aandelen van staatsolie. Ja, er was een gerucht, niet dat er delen van staatsolie verkocht zouden worden. Er was een gerucht dat er delen van blok 58 verkocht zouden worden. Oh, Maar dat was echt een gerucht. Het gerucht was ook dat de overheid delen van staatsolie zou verkopen. Juist. Dat kan ook niet. Staatsolie is de eigenaar, Staatsolie NV is de eigenaar van de 20% in blok 58. Dus de enige die staatsolie's aandeel kan verkopen is staatsolie zelf. En wij zijn met niemand in gesprek om een deel van onze blok 58 te verkopen. Integendeel, we zijn ongelooflijk trots en blij dat we onze 20% in blok 58 hebben. We gaan het 100% zeker meedoen met de ontwikkeling van die 20% in blok 58 en daarmee gaat staatsolie naar grotere hoogte stijgen, maar Suriname nog naar veel grotere hoogte. Oké. Nou, ook u mag even de kijker ervan overtuigen waarom ze in staatsolie zouden moeten investeren, want dat is het, hè? Ja, dus het investeren in staatsolie is echt het stukje meedoen aan de ontwikkeling van Suriname en van staatsolie, waarbij je ook nog een keer kan genieten van het succes van staatsolie. Want, nogmaals, wat mevrouw Moensi ook uitlegde, als je $100 inlegt vandaag, krijg je $150 terug over 7 jaar gerekend. Dus dat is gewoon een prachtige investering die je doet in de toekomst van staatsolie en daardoor in de toekomst van Suriname. En je dollar is veilig. En je dollar is echt veilig bij niet ons, onderhevig aan geen enkele koersfluctuatie. Nee. We hebben ook een track record. Dat is altijd bij staatsolie. We hebben track record en we hebben steeds het vertrouwen van de mensen kunnen behouden en het niet beschaamd. We gaan het deze keer ook niet doen. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek en mag ik u heel veel succes toewensen. Dankjewel. En kijkers, zo ben ik gekomen aan het eind van deze speciale editie van In Gesprek Met. U heeft mevrouw Agnes Moensi en de heer Rudolf Elias gehoord over de obligatielening. De launch is al geweest en 5 maart loopt het ten einde. U heeft dus nu de gelegenheid om naar uw bank te stappen en ook mee te doen, hè? Want het is onze trots. Ik zeg, het is ons eigen nationaal bedrijf. Dus iedere Suriname die kan meedoen aan deze obligatielening. En daarna kan zeggen, ik heb ook geïnvesteerd in mijn eigen trots. Nou, dan heeft u gewonnen. Uw geld is dan veilig voor 5 jaar of 7 jaar. En nadien krijgt u zonder er iets voor te doen wat rente op uw geld. Dus met z'n allen meedoen aan deze obligatielening van staatsolie. En ik bedank u voor het willen kijken naar deze speciale editie. Volgende week woensdag zijn we er met onze normale In Gesprek Met. Goedenavond.